Ja, we staan bovenop de nieuwe slipgistingtank. Het is 25 meter hoog, heeft een inhoud van 4000 kub. En met drie mengers houden we de sliphoeveelheid in deze tank continu in beweging en zorgen we dat de temperatuur ook op 55 graden blijft, zodat het biogasproces continu op gang blijft. Met de nieuwe vergistingsinstallatie is de rioolwaterzuivering in Tiel zelfvoorzienend geworden. Projectleider Leen Boltjes was verantwoordelijk voor de bouw. Het hoofddoel voor het slipgistingsverhaal is het reduceren van de hoeveelheid slip die we uiteindelijk bij de eindverwerker af moeten zetten. Maar bijkomstig voordeel is dat er gas bij ontstaat wat we gebruiken om energie op te wekken. Zo vormen de waterzuivering en de vergister dus een mooie kringloop. De beluchting is eigenlijk het hart van de rioolwaterzuivering. Hier zitten de bacteriën in die zich als het ware vol eten met het vuil. En een deel van die bacteriën hebben we nodig om het proces in stand te houden. Maar een overgroot deel moeten we op een gegeven moment wel kwijt. En dat gaat dan die grote tank in die je daar ziet. In die tank blijkt dagelijks genoeg gas vrij te komen om stroom te maken voor de waterzuivering en warmte voor de vergister. Dus Boltjes kan de installatie met een gerust hart opleveren. Nou ja, het is wel enige voldoening als het ook daadwerkelijk doet wat je bedacht had aan het begin natuurlijk. Nu is de beheerder ook wel tevreden en dan is ook het moment voor een projectleider om weer te vertrekken. Er is ook nog genoeg werk aan de winkel. Zo bouwt het waterschap een grote energiefabriek in Sleeuwijk en een zuivering op zonne-energie bij Dodewaard.